Hier staat ons huis, ten zuiden van de Maas. We hebben land en genoeg te eten. Eigenlijk ging tot voor kort alles zijn gangetje. Kijk, dit ben ik. En dit is mijn man, een beroemde paardenfokker. De beste van de streek. En dit is onze zoon Vihirmas. 12 jaar oud al. Volgens mijn man mag ik hem geen nachtzoen meer geven. Ik wist natuurlijk dat er Romeinen zouden komen. Dat gebeurt wel vaker. Maar dat dit zou gebeuren, kon niemand voorspellen. De officier wilde 4 paarden ruilen voor iets kostbaars. Eerst hoopte ik op een amfoor vol met olijfolie. Of iets wat ons leven gemakkelijker zou maken. Hoe dan ook, Vihirmas en ik moesten onze mond houden. Mijn man zou de ruil doen. Stil luisterden we naar de onderhandelingen. De officier wilde de paarden ruilen tegen een handmolen. Die had nog niemand hier. Zo zou het malen van het graan stukken sneller gaan. De andere vrouwen zouden super jaloers zijn. En juist toen alles goed leek te gaan, gebeurde het. De paarden stijgerden en de officier viel. Voordat ik iets kon doen, sprong Vihirmas naar voren. Hij maakte zich groot en kalmeerde de paarden. En toen zei de officier het echt. Onze Vihirmas mag over een paar jaar bij de troepen in dienst komen. Dat is dé droom van iedere jonge jongen.